Ademhalen, toneelschrijven om een samenleving te verbinden met haar maatschappelijke vraagstukken, was de titel van een gevarieerde presentatie gisteren in het IGSR-gebouw. Een bijdrage van Harvey Panka. De presentatie bestond uit het interview van Lakshmi Singh door docent Jerry Donarain, waarbij er ook fragmenten uit het stuk werden vertoond. Volgens de schrijfster heeft ze meer geprobeerd om middels symboliek de vrouwen in hun positie neer te zetten. Over sterke vrouwen wil ze het niet hebben. Ik hou niet van het woord sterk, nee. Dat zal ik als eerste zeggen. Waarom niet? Ik vind sterk is heel erg relatief. Sterk kan zijn fysiek. Sterk is sterk als je nergens om huilt. Is sterk als je nooit je zwakte toont. En dat is juist wat in onze samenleving wordt er zoveel van je verwacht. Ik denk als vrouw nog meer. En iedereen zegt altijd over die Surinaamse vrouw. Oh, wat zijn ze sterk. En kijk hoe ze hun kinderen alleen opvoeden. Die man is weg en toch doen ze het. En al die cultuur houdt ze tegen of tradities. Maar ze maken ruzie met hun familie. Oh, wat sterk zijn ze. En ze gaan ervoor. En mijn gunsten hadden geen geld. En ze waren arm. En ze waren zo sterk. Ik vind dat niet iets positiefs. Ik denk dat we moedig zijn. En dat betekent ook, je ziet hier staan over moedige keuzes. Himmat. Himmat is het Sarnami voor moedig. Ik denk dat we moeten praten over moedige vrouwen. Interviewer Deonarain wilde ook van Lakshmi Singh weten hoe het komt dat de hoofdpersonages uit Ademhalen zo'n achtergestelde positie hebben. Waarom zitten ze met zoveel sociale problemen? Het waren niet specifiek deze vrouwen met deze sociale problemen. Deze verhalen waren juist van hoe kan het dat deze vrouwen zo in de maatschappelijke ladder zo hoog zijn komen te staan, zoveel hebben kunnen bereiken of hoog. Veel hebben kunnen bereiken, veel hebben kunnen doen, veel van de keuzes die ze wilden maken uiteindelijk konden volgen. En dat was eigenlijk mijn rode draad van wat neemt het, hè? Wat heb je nodig om dat te kunnen? Aldus Karen Lakshmi Singh, schrijfster van het toneelstuk Ademhalen. Het stuk is gisteren tijdens de gevarieerde presentatie. Ademhalen, toneelschrijven om een samenleving te verbinden met haar maatschappelijke vraagstukken belicht. Jerry Donarain, docent van de Mastersopleiding Nederlands en Cultuur, interviewde haar.